Stella lekker spelen. Ja, ja. Doeg. De wand geslacht wordt. Hé, een blauwe lucht. Oh, daar komt de baby Eerde. Wij weten wat het is. We willen dus iets van een leuk kleren of zo. Oké. Mag je toch helemaal niet laten zien? I love that. Ja, kijk. Nou, shoppen ze. Mevrouw Bellingen. Zoek. Sissy. Een kus aan oma. Mama, we hebben een verrassing voor je. Hoi, wij zijn Mega's Familie Vlogs. En vandaag moet je lang kijken. En Lucille gaat naar school. Ja, we gaan even Lucille wegbrengen. Doeg. Nou, kijk eens op je little tank. Wil je op de fiets? Hij is zo moe. Ja, ga je lekker erop zitten. Nou, dit. Zit je goed? Ja, want de schommel staat ervoor. Oké, we gaan. Kom maar jongens, jullie het hekje open. Het is vandaag lekker weertje, de zon schijnt. Oké, let's go. Hé, hey, wat heb je daar voor een kaartje in je hand? Ja, die voor Jada voor als ze naar Jumbo gaan. Wie is Jada? De juf, die heet Justitie. En ze hebben ook nog een meisje en die heet Jada. En ze hebben heel veel mooie krutjes. En ze mag op mijn feestje bij Jumbo. Ja. Mama daar naartoe en daarom heb ik een kaartje waar heet ze dat. Dat is lief van je. Zoals jullie gisteren in de vlog hebben gezien, heeft Lu al een uitnodiging gemaakt voor zijn verjaardagsfeestje volgende week. En Jada heeft hij ook uitgenodigd. En Jada is een meisje waarmee hij op het kinderdagverblijf zat toen hij nog geen 4 was. En juffrouw Susie is de juffrouw van Lucilla. Dus we gaan Lucilla naar school brengen en tegelijkertijd haar het kaartje geven voor Jada. Want die wil hij graag uitnodigen voor zijn feestje. Kijk, er lopen 3 schaduwen. Dat is grappig, hè? Moet maar zo lopen. Zie je dat? Hele lange schaduwen. Weet je hoe dat komt? Dan is nu al even groot. Ja. En hey, weet je hoe dat komt, dat we schaduwen zien? Ja, het komt door de zon. Door de zon, hè? Die staat daar. We hebben vandaag een lekker zonnetje. De dag begint goed met de zon. Kijk eens hoe mooi. Silla, lekker spelen. Lekker spelen, tot strakjes. Ik ben er ook. Ik ga eventjes met de hondjes een rondje lopen. En Luan en mama zitten lekker hier. Hey peppies, gaan wij lekker wandelen? Oeh, het zo. Ja, papa was vanochtend even vroeg weg. Opa helpt met shower. Ja, nou, ik wil niet uit. Hoe is het, Pip? Lekker, hè? Ja, lekker spelen. Wij zitten in de auto. We gaan nu eerst even Luan wegbrengen naar opa en oma. Want Luan heeft vandaag een studiedag. Dus het is donderdag. Dus eigenlijk is het een normale doordeweekse dag. Lucilla zit op het kinderdagverblijf. En Luan die gaat even spelen bij opa en oma. En zometeen vertellen we jullie precies waarom dat is. Let's go. Doei Luan. Veel plezier bij opa en oma. Ja, ja. Doeg. Op dit moment ben ik 18 weken zwanger en 4 dagen volgens mij. Dus ik ben nog geen 20 weken, maar we zijn op weg naar de 20 weken echo. En dat noemen ze de 20 weken echo, omdat deze echo wordt gedaan tussen de 18e, ongeveer de 18e en de 22e week. En dat is een soort medische echo waarin je wordt gekeken of je kindje helemaal goed groeit, of alles helemaal goed is en dat soort dingetjes. Daniel noemt het altijd de teentjes en de vingertjes tellen. En natuurlijk kan je dan ook heel erg goed zien wat het geslacht is. En als je heel graag dat wilt weten, dan kun je dat dus op dit moment zien. Goed zien en vragen wat het is. Dat gaan we nu dus samen doen. Dus best wel heel erg spannend. Zo'n medische echo duurt ook langer als een normaal check-up bij je verloskundige. Dat is een paar minuutjes. En dit is nou zeker wel 3 kwartier, denk ik, dat zo'n echo duurt. Dan gaan ze alles meten en dat soort dingen. De hoofdomvang wordt gemeten. Het lichaampje wordt gemeten. Ook de ingewanden wordt nagekeken. De tintjes en de vingertjes. Nou, ik weet niet of je die heel goed kan tellen, maar dat wordt allemaal gekeken. Dus het is ook altijd een hele erg spannende echo voor de ouders. We willen graag weten wat het geslacht wordt. Dus dat gaan wij bij deze echo gaan we erachter komen. Met een zoon of een dochter. En het is wel heel mooi dat we met zo'n camera even in de moederschoot van varen mogen kijken hoe dat God heel speciaal ons baby Bellingaatje helemaal aan het beven is. Dus ja, een beetje zenuwtjes in de buik, maar baby Bellinga, papa en mama gaan naar je kijken. Nou, wij zijn aangekomen. Het was even zoeken, maar we hebben het gevonden. Het is hier veranderd. Maar het is ontzettend lekker weer vandaag. 20 graden. Daniel zei dat is een teken. We krijgen trouwens ook regelmatig de vraag van willen jullie liever een jongetje? Willen jullie liever een meisje? Maar we hebben een super stoere zoon. We hebben een prinsessendochtertje. Alles wat nu komt, jongens, dat is een cadeautje van boven. Dus we zijn gewoon heel benieuwd wat het wordt, uiteraard. Blauwe en dan kunnen we gewoon lekker aan de slag gaan met alle babyspulletjes en dat soort dingetjes. En ons voorbereiden.
Dan hebben we ook echt een naam, van dat wordt een naam. Oh, kijk eens, we hebben een blauw luchtje naar Stijnvoort. Nou, kijk, een blauwe lucht. Hé, hey, een blauwe lucht. Ja, ja. Blauwe lucht, geen roze lucht. Zal dat betekenen? Nee. Oh, dat moet bij Enzo zijn. Enzo, dan even checken. Nee, het heet Echo Enzo. Nou ja, hier is het. Nou, schatje heeft geplast. We kunnen gaan, lieve. De juffrouw kwam al. Ben je alleen gekomen? Maar ik heb geen baby in de buik. Ik moest even plassen. Vaar wel even plassen. Spannend. Nou, ben je wel ingaan. We gaan je kijken. I could stay like this. Forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Oh, dan komt de baby eerder. Oh, wauw. Nou, altijd rekening met later. Dat van mijn eigen ervaring geleerd. Ik zat met 37 weken al te wachten bij nummer 1 en 2. En ik kwam met 41 weken. Kusje dus dan. Ik heb altijd gedacht van, nou, hoe langer, dan kan dat meevallen. Nou jongens, wij weten wat het is. Alleen, wij gaan dit niet in deze video bekendmaken. Want vanmiddag komt er een speciale gender video online. Waarin we dus de kinderen gaan vertellen wat ze krijgen. Of een broertje of een zusje. En daarin gaan jullie dus ook zien wat het is geworden. Dit doen we met de reden omdat anders deze vlog veel te lang wordt. En iedereen gaat doorspoelen naar het moment. En niemand meer wat van de vlog bekijkt. En dat als dus een aparte video online komt. Dan zie je gewoon meteen wat het is. En hoef je niks. Dus het zal gewoon een kort videootje worden waarin jullie het geslacht gaan zien. Maar jullie moeten nog even geduld hebben. Wat wij nu gaan doen. Wij gaan met z'n tweetjes naar de stad. Wij gaan een iets halen waarin wij kunnen aantonen wat het is. En dat gaan we straks als verrassing aan Leon en Lucilla geven. En dat gaan we apart filmen in een aparte video. Wij zijn niet heel erg van de bekendmakingsparties met de grote taart. En dat soort hebben we ook niet bij Leon en Lucilla gedaan. Dus zo zijn we gewoon niet echt. We vinden het gewoon leuk om nu meteen aan de familie ook te vertellen wat het is. En niet echt te moeten wachten tot een party. Dus we gaan samen even lekker naar de stad. Ja, even shoppen. Iets blauws halen of iets roze halen. Wat zal het zijn? En met zonnig 20 graden weer gaan wij de stad in. Om iets leuks te kopen. Het eerste kledingstukje van onze baby Wellinga. Voor een meisje. Voor de blauw of voor de roze? Oké, jullie mogen gokken. Denken jullie een jongen of denken jullie een meisje? Oh. Wat wordt het? Laat weten in de comments. We zijn heel erg benieuwd. Vanmiddag om 4 uur weten jullie het. Wij gaan shoppen voor de baby Wellinga. Ik zat ook te denken aan een ballon met dan een mooie prik en dan komt allemaal confetti uit. Maar goed, dat moet je allemaal van tevoren bestellen. En die tijd hebben we nu dus niet. We willen dus iets van een leuk kleren of zo. En dan in een leuk koffertje dat openmaken of zo. Maar misschien ook wel iets met ballonnetjes of zo. Wordt het blauw of wordt het roze? We moeten het even bekijken. Link al nummer 2. Überhaupt waar we dat kunnen halen. Hoe blijft Farah zo slank en fit? Nou, kijk, dit doet ze gewoon een half uur. Ze is heel kieskeurig. Ik zeg, ik zie daar allemaal leuke dingetjes. Nee. Nee, ik wil iets bijzonders hebben. Iets bijzonders? Gewoon, daarna gaan we allemaal leuke babykleren zoeken. Maar ik wil eerst wil ik gewoon een heel speciaal pakje kopen. Dus we gaan nu naar winkel nummer 3. Iets in
een leuk koffertje of zo. Dat je iets uit een koffertje haalt of een doosje of iets. Nou, hey, schat. Naar een feestwinkel. Winkel nummer 3, hoeveel kinderen krijgen we? 3. Dus winkel nummer 3 gaan we slagen. It's a deal. Winkel nummer 3, dit is het. Moet je niet met een vrouw gaan winkelen? Nee? Bij mannen zijn toch meestal na 3 winkels klaar. Maar het is fijn om van Mars te zijn, maar. Venus, we love you. Ze hebben een feestliedje opgezet, schat. Of die? Ja. Dat is wel heel leuk. Of die? Zullen we toch maar voor deze gaan? Nee, we doen deze. Ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Je ziet het om 4 uur. Shop till she drop, hè? Ja. Boutique nummer 3 was dat ook niet. Nu gaan we naar winkel nummer 4. Nou, als je hier niet slaat, schat, dan weet je het ook niet meer, hoor. Ja. Ja, jongen, hè. Sneller. Nee, het moet bij de meisjes zijn. Ja? Moet het bij de jongens zijn. Jongens. Newborn jongens. Huh? Ik ga naar de meisjes. Ja, ik ga naar de jongens. Doeg! Nou schat, wat heb je gevonden? Kijk. Mag je toch helemaal niet laten zien? Oh, waar ben je nou dan? Mag je nog niet filmen? Oh. I love that. Ja, kijk. Mini-me. Nou schat, winkel nummer 0. Ik weet het niet meer, ik ben het wel kwijt. Winkel 5. Binnenlopen, want dan weten jullie het al. Hebben ze hier ook jongenskleren? Ze hebben ook jongenskleren, ja. Dit jasje komt van de Zara. Nou, shoppen ze mevrouw Bellingen. Ja, hebben ze hier nou alleen maar meisjeskleding? Nee, verkeerd. Kijk. Haha. Ze hebben een kwartrek voor mannen. Hé. Hey. Leuk joh, ze hebben toch wel jongens ook bij de Zara. Hè? Kijk, dit is wel echt typisch Mars. Ze hebben hier maar 1 schap. Kijk, en de rest van de 90% is allemaal vrouwen. Nou, dus wie. Ja, wat hebben wij? Hoe moeten we daar heen? Venus is de boss. Weet jullie het? Nou, schat, welke heb jij gevonden? En ik heb deze gevonden. We zijn echt shopaholics. We gaan nu naar winkel nummer 0. We hebben hier iets leuks gezien, maar we gaan even naar de volgende winkel en onthouden we het even. Kennen jullie dat? Onthouden eerst kijken, kijken, die kopen en aan het eind maken we de beslissing. En ik zei gisteren, de herfst is begonnen. De boot kunnen we niet opruimen. Op kijk, terras, jongens. Maar de herfst is helemaal niet begonnen. De zomer is teruggekomen. Kijk, terras is de bom vol. Nou, laten we dit tot en met 1 december houden, schat. Zomer tot en met december. Wie wil het nog meer? Schat, winkel nummer 6. Primark. Dit is dubbel scheepsrecht, dus dit moet lukken. Als het hier niet lukt, dan weet ik het niet meer. Zara was ook leuk. Ja, die was ook leuk. Nou, lieve. Ja. Zijn we geslaagd? We zijn nog niet geslaagd. Dit is de 6e etage, hè? Daar gaan we slagen. Nou, winkel nummer 6. Oh, kijk daarachter, dat blauwe. Dat is niet voor newborns, hè? Zullen we het blauw doen? Of zullen we dit ronde ding doen? Ja, dat is heel leuk. Zoek. Waar is de newborn? Schatje zei, ze hebben hier helemaal geen newborns. Dat kan niet. Kijk. De newborn. 0 tot 18 maanden, schat. Dat is heel leuk. Hier. Oh, dat is leuk. Ja, dat is ook leuk. Mini. Wordt het nou Mini of wordt het nou Mickey? Huh? Schat, filiaal nummer 7. We hebben een nieuwe winkel in Zwolle. Ik heb geen idee wat voor winkel dat is. Maar we gaan even kijken. Is het nummer 7 oké? Ga er binnen. Ik weet niet of ze hier babykleding hebben, schat. Maar ik denk het niet. Dit is het pand van de V&D. Ja. Dit was ooit de V&D. V&D in een nieuw jasje. En we noemen het Hutsieke D. Of nee, Hutsen B. Ik vind die een kille tent. Ik vind het mooi. Ik hou er wel van. Ja, ik ben een vrouw. Ik hou meer van komen. Open haartje op de topvloer. Ze hebben hier een Laplace, net als V&D. Ja, en een kinderafdeling op de bovenste topvloer. Nou schat, we hebben hier 1 rekje, newborn. 1 rekje, zo groot filiaal en 1 rekje. Maar wel heel mooi, kijk. Dus dit rekje. Komt dat nog? Of van Tommy Hilfinger. Nee, op dit moment niet. Nee, dit moment is echt. We zijn weer thuis, Farah gaat de set opzetten. Hondjes zitten hier lekker en ik ga de kindjes halen. Tot zo, peps. Tot zo, ik ga die wel eens halen. Tot zo. Dat zo, Moesje. Oh, wat heb je nou weer? Steentjes. Hé, hey, prinses, wat heb je nou gekregen? Oh, verjaardagsfeestje met de klas. Nou, leuk. Was het leuk op school? Ja. Goed zo. Zeg je dag, Suzie. Dag, Suzie. Doei, doei. Nou, Oscar is hier. Ja, die is buiten. Ja, vriendje. Nou, zeg je een kus aan oma? Alles klaar. Nou, dan is het nu alweer. En onze Lilla even deze kleding. Van Suzie. Bijna. Dan is zo. Toen ze zijn, dan is zo. Mama ophalen.
zo vinger. Kijk, kunnen niet zo tijdig zijn. Dan is zo ook niet. Op de kijk. Nou, Daniel belde dat hij hier met de kinderen heen komt. Spannend, spannend. Mama. Ja, ga naar binnen doen. Ben weer thuis, ik heb de kinderen opgehaald. Daar is Lucilla. En daar is Lu en de mama met de baby in de buik. Ja. En we gaan een speciaal video. Ja, de receptie gaan we straks om 4 uur gaan jullie deze video zien. We gaan deze even opnemen. Ja, die gaan we opnemen. En papa hebben een verrassing voor jullie. Oeh. Jullie weten nog helemaal niet waar het over gaat. Ja, en we gaan het niet openmaken hoor. We gaan het niet openmaken. Nee. Dat zien jullie om 4 uur. Zeg maar tot 4 uur. Ja. Nee, niet openmaken. Nou, zo ligt Lucilla even te chillen op de bank. Met de iPhone, hè. Hallo vinger. Zo leuk. Lucilla kan al heel goed Engels praten, want ze kijkt allemaal Engelse filmpjes. En zo? Oh, hi there. Oh, Leon is lekker aan het knuffelen. Eerst ging naar Pit knuffelen en daarna naar nou noem het Woesel. Ah, lekker knuffelen. Oh, de pupjes zijn ook zo schattig. Oh, en Pipje is ook zo lief. En Pipje is ook zo lief. Ja. Wij ook even warm, hè, liefjes. Nou, lekker warm, hè. Oh, Lu, je bent zo'n lief baasje. Met een tikkie. Nou, knuffels, hè, jongen? Ja. Het is alweer tijd voor het avondeten. En gelukkig had ik gisteren best wel wat soep gemaakt. Dus we hadden nog lekker een soep over van gisteren. Dat is mijn zelfgemaakte tomatensoep. En dat gaan we vandaag lekker oppeuzelen. En we hebben ook even een tossetje en een bapauwbroodje bij. Tof dat je deze 21ste september erbij was. Om 4 uur ga je dus horen. Wordt het blauw over ons. En we love you all. Laat weten wat jullie denken. Duimpjes omhoog. Abonneren. Belletje klikken. Andere video's kijken. Doei. Ciao, ciao. Tot morgen.